Hallo allemaal, we zijn vandaag in Amsterdam bij Linda de Munk. Linda de Munk is 22 jaar oud, woont in Amsterdam en is seksvlogster. In haar vlogs heeft zij het over seks. Om seks te hebben op kantoor. Ik heb dit nooit gedaan, trouwens. Oeh, shit. Drugs. Hier dacht ik, ik ga het een keer over drugs hebben, want het is ook best wel een groot taboe. De puberteit. Aan seks denken op je 12e. En alles wat daarbij komt kijken. Dus dat is volkomen normaal en logisch dat je op een gegeven moment gaat nadenken van ja shit, ik wil wat meer dan alleen mijn vinger op mijn klit. Let's go! Hey, mijn naam is Linda de Munk, ik ben 22 jaar en ik maak taboes bespreekbaar op mijn YouTube kanaal. Heb je er een beetje zin in? Alex? Ja hoor, tuurlijk. Ja. Ik ben heel benieuwd wat je gaat vragen. Ja, dat vind ik altijd wel een grappige naam, maar ja. Ik praat inderdaad voornamelijk over seks in mijn video's. En ik vind het heel belangrijk om die taboes dus bespreekbaar te maken. Ik merk dus dat heel veel, voornamelijk jonge meiden, gemiddelde leeftijd 16, 17, 18, mij gewoon om advies vragen. En dan bijvoorbeeld dat er een meisje een bericht naar me stuurt van hey Linda, ik ben net ongesteld geworden, help, wat moet ik doen? Nou, dan heb ik alweer een onderwerp voor een video. Dus heel erg die input van die kijkers zorgt ervoor dat eigenlijk de onderwerpen nooit op zijn. En er zijn zoveel dingen rondom seks die gewoon nog bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Dus voor mijn gevoel kan ik er nog wel even over doorpraten. Dat is een Sony RX100. Heeft geen uitklapschermpje zoals al die vloggers hebben. Die Canon G7X met dat uitklapschermpje, die heb ik dus niet. Maar dat en daarnaast edit ik met Sony Vegas Pro. Ik heb ook nog een ander YouTube kanaal, Pleasure Academy, en daarvoor edit ik wel met Premiere Pro, met Adobe. Ik denk juist dat mijn kracht is dat ik heel basic edit. Omdat het gewoon puur om hetgene gaat wat ik te zeggen heb, is die hele edit eromheen helemaal niet zo boeiend. Er worden automatisch advertenties van bedrijven voor mijn video's gezet. Dat moet ergens een relevantie hebben. Maar omdat mijn video's te controversieel zijn, krijg ik er echt niks voor. Het gaat mij echt om dat maatschappelijke doel. En natuurlijk, dat commerciële, ik kan wel uit andere dingen mijn geld halen. Dat is gewoon puur door het feit dat Linda de Munk ook mijn merk is. Dat ik interessant ben voor bedrijven in die zin als van hey, we hebben hier een sekstooi, wil jij die testen? Oké, leuk. Nou, daar krijg je dan een bepaald bedrag voor. Ik heb wel tarieven voor bijvoorbeeld campagnes en opdrachten. Nou ja, mijn grootste doel is gewoon jongeren helpen. En wanneer jongeren onzeker zijn of misschien de enige zijn, daar een soort van hulp voor hun kunnen bieden van hey, je bent niet de enige en het is allemaal hartstikke normaal. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En je kan ook abonneren op mijn YouTube kanaal, dat staat hier in beeld. Dan kan je volgen wat ik nog meer allemaal doe. Bedankt voor het kijken. Doeg!